Leuk hè, alles keer twee. Twee maxi-cosies, twee dit, twee dat, twee zus, twee zo. En 9 jaar geleden om te ontdekken, om te onderzoeken waarom we maar niet zwanger konden worden. We gaan gewoon een weekendje weg. En we zijn wakker geworden in een boomhut. We zijn gewoon in Luxemburg een hike aan het doen. Hey, goedemorgen deze morgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is, welke dag vandaag? Zaterdag. Opa is er en we hebben net oliebollen gehaald. We zijn lekker aan het wandelen. Die gaan we thuis even opeten. Dus dat is wel heerlijk. Onze eerste oliebol. Nee, niet van mij. Ja, voor mij de eerste, maar blijkbaar van opa niet de eerste. Ja. We gaan lekker naar de kerk. Gezellig. Vol met de stress. Hè? Stress? Welk stress? Naar drumstel. Oké, ga even kijken of dat kan. Het is zondagochtend. We gaan lekker naar de kerk. Ja, het is een beetje koud. We zijn een beetje koud aangekleed. Mama heeft daar niet goed op gelet. Kom maar snel naar binnen rennen. Even nieuwe kleren aan, want je bent gevallen en een gat in je legging. Here we go. Wow, ik heb echt vet veel licht nu. Dit ziet er wel goed uit, hè? Als je gaat klussen, dan heb je deze wel nodig. Ik heb een cadeautje gekregen van Stefan om 's avonds te kunnen vloggen zonder dat er staat you need more light. Alleen in mijn bril heb ik wel die reflectie nu. Ja, dat komt omdat hij nu recht op je face staat. Oké. Okay. Ik krijg nu lichtles, belichtingles. Kijk. Bam! Moet je wel... Kijk, en moet je heel erg heftig. Oké. Okay. Oh, dit is... Dus dit maakt de blik. Nee, niet blik. Kijk, dit is dan. Dit is daglicht. Zo. Dat is daglicht. En maar moet hij niet op 45 graden staan? Hm? Ja, staat nu inderdaad niet goed. Want nu zie je. Je kijkt nu in dat ding. Ja. Dus dan moet je eigenlijk een beetje moet die kant op. Die kant op kijken. Precies. En dan moet hij zo. En dan moet hij. En dan moet ik zo filmen. En nu zie je. Maar doe je nu je bril zo? Gewoon naar voren. Oh, gewoon naar voren zo. Kijk, nu is nu je bril. Oh ja, nu heb ik het niet hier. En daarom moet je hem zo hoog hebben. Eigenlijk fijn hè, dat ik al die lessen krijg. Nog iets hoger. Ik heb ook een cadeautje in een doosje zitten wat ik nog niet mag weten tot kerst. En dan kan ik niet tegen. Help me out. Hoe krijg ik Stefan zover dat ik het cadeautje nu mag openmaken? Maar eigenlijk zat hij nu nog een beetje te bright. Oh ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. Dit is wel de zachtste stof. Ja, dat is goed. Mijn man kan ook alles. Kijk, Steve, hoe mooi. Ja, prachtig. Fantastisch. We hebben eigenlijk echt een super chille zondagavond. Ik heb vanmiddag even 2 uur mogen slapen van Stefan en opa Roland. Echt super lief. Opa Roland die heeft gewandeld met de tweeling, zodat Stefan ook daarbij kan slapen. En Libby gaat ook zo naar bed. Maar ik heb gewoon eens voor het eerst sinds tijden eventjes in mijn passion planner kunnen ordenen wat in mijn hoofd zit en op papier kunnen zetten. Ik deed dat altijd op zondagavond, dat we de week even doornemen, zodat ik gewoon echt heel rustig de week door kan gaan en kan beginnen wetende, oké, wat gaat er op me afkomen, hoeveel energie gaat het kosten, wat kan ik voor mezelf aan plannen, wanneer werkt Stefan, wanneer zijn de kids weg, wanneer komt er hulp, wanneer dit en dat. En dat geeft mij zoveel rust, kan ik echt supergoed de week beginnen. En ik merk dat sinds een paar dagen de tweeling nu goed gaat slapen om 6 uur, dat het ook dan weer kan. Dus nu na 5 maanden, ze zijn nu 5 maanden, ja 5 maanden, merk ik gewoon, hey, er is weer een beetje... afgelopen nacht hebben ze ook voor het eerst niet bij ons in bed gelegen. Dan weet je het nooit voor de komende nachten. Maar goed, there is hope. There is hope. Dus we gaan een goede, leuke week tegemoet. En vooral super leuk weekend tegemoet. Komend weekend, want we gaan een weekendje weg naar de Ardennen. Daar heb ik wel echt zin in. Mama, ik heb zo koud. Oh, daar loopt ons engeltje. Hallo, Libby. Ja, we gaan lekker naar bedje toe, schat. Ik heb een koud. Nou, je hebt een heel lekker dekentje op. Goed? Het is
Dinsdag. Ik wilde bijna donderdag zeggen. Het is dinsdag. Stefan is lekker thuis vandaag. Ik wilde even kijken of jullie blurry waren. Maar Stefan is lekker thuis. De tweeling wordt nu op bed gelegd. Ik heb net Lou al op bed gelegd. Oh, die stofzuiger, jongens, echt. Thank the Lord dat we de money hadden gespaard om dat ding te kopen. Soms heb je echt efficiëntie nodig in je leven als je een golden retriever hebt en 3 jonge kinderen. En efficiënt wilt leven. Anyway, het is ook altijd leuk, hè? Alles keer 2. 2 maxicosies. 2 dit, 2 dat, 2 zus, 2 zo. Ik ben eventjes lekker een lunchje aan het preppen. En ik heb... we hebben net samen met z'n vieren eigenlijk. Met z'n vieren zijn we nog, moeten nog 5 minuten afkijken. We proberen al 3 uur lang een film te kijken. Maar hallo, we kijken gewoon een film. dus ja, dat. En dan heb ik echt lang naar verlangd om dat samen te kunnen doen. Baby is... Ik zal even niet praten wanneer ik kraak. Libby is lekker naar de kleine reiziger, heet dat. Vindt ze nu eindelijk wel weer leuk. Daar ben ik wel blij om. Ze vond het eerst echt niet leuk. Is de belichting een beetje te donker, jongens. Ik zou liever zo staan. Kijk nou hoe leuk die lampjes. Ik word hier zo vrolijk van. Ze vinden het eindelijk leuk om naar de kleine reiziger te gaan. Thank God. Ik ben ook eindelijk bij mij met de 100.000 wasjes. We zitten al wel 2 nachten te struggelen met Lou. Die waar nu echt ineens 2 dikke ontstoken ogen uitkomen. Koorts. En hij zit ook naar zijn oortje te grijpen. Dus ik denk oorpijn. Dus dan maar meteen paracetamol erin. Ik ben niet meer zo bang om paracetamol te geven. De arts in het ziekenhuis zei ook, als ze oncomfortabel zijn, paracetamol geven. Dat doe je bij jezelf ook. En het werkt echt goed ook bij baby's. Dus dat doen we nu. En dat is echt heel fijn. Dus hopelijk gaat dat werken. En lekker slapen. Even lunchen. Ik zie een dode basilicumplant. Die even weggooien. En dan... denk ik dat we vanmiddag even lekker gaan wandelen. Even lekker eruit. Dat doet mij ook echt goed wandelen. En verder heb ik niet zoveel te melden. Dus ik ben... ja, ik zit lekker in mijn vel. Ik had alleen niet verwacht dat je van een spiraal heel lang zou nabloeden. Dus ik hoop dat dat wel stopt binnenkort. Ik ben heel benieuwd echt hoe ik de komende maanden me hiermee ga voelen. Maar goed. Anyway, of dat belangrijk is om te weten voor jullie. Maar goed. Als je denkt ook eentje te nemen. Je hebt echt 3 maanden nodig om te wennen. Dat wist ik ook even niet. Maar ja. Ik ga lekker eten en we gaan even de film afkijken. Ik vind het best wel een leuke film. Het is een kerstfilm. Noël, nog wat. Romantisch. Hartstikke leuk. Hoe krijg je dit open? Hoe? Pakketje van Vinted is weer binnen. Libby, wat heb je binnengekregen? Laat eens zien. Jouw nieuwe? Groene. Laat eens zien. Kijk. Echte Dr. Martens. Met Dr. Slippy Kitty. Met Dr. Slippy Kitty. Libby Kitty, je moet even je mondje schoonmaken met je toetje. Met je toetje. Ja, Vinted heeft dus iets verkeerd gedaan. Ik heb ze dus gratis ontvangen, terwijl ik gewoon wel betaald heb. Maar ze zeggen dus dat ze niet opgestuurd zijn. Maar ze zijn wel opgestuurd, dus een beetje gek. Maar ik had ze dus voor €20 omgekocht. Maar nu heb ik ze dus gratis. Gratis. Super lief, super leuk. Ik ben een beetje moe. Nee, niet de speen van Jess en Cooper. Hey, we gaan even Cooper uitlaten buiten. Koepie wandelen? Ga je wandelen?
En je hebt een pietenmuts gemaakt. Ik had zo van Cooper. Zachtjes zijn met Cooper. We gaan even wandelen. Het is vandaag woensdag. Ik begin er weer minder enthousiast te worden met de dagen te zeggen. Nee, we hebben echt alweer de derde rotnacht achter elkaar. Derde rotnacht van geen slaap. Ik ga dan altijd maar opruimen en mijn hoofd leegmaken en opruimen. Lou die slaapt gewoon niet alsof hij al een sprongetje 5 zit. Jess slaapt daarentegen nog best wel iets beter, gelukkig. Met een puffy gezicht. Ik moet straks naar de gynaecoloog en ik moet naar de psycholoog. Allemaal naar de logen. Ik moet naar de gynaecoloog voor mijn halfjaarlijkse check, voor mijn afwijking, voor mijn syndroom. Maar ja, ik ga ook even aan haar vragen of het normaal is dat je zo lang nabloedt van een zetten van een spiraal. Ik kan het gewoon steeds niet goed uitspreken. Spiraal. Oh, het blijft maar gewoon een moeite voor mij. Anyway, Stefan is nu lekker wandelen met de tweeling. En dan ben ik heerlijk alleen met Lily. Dus ik ga lekker koekjes bakken met haar. En even quality time met haar hebben. In plaats van die tv op Cocomelon. Lily, wil je met mama koekjes bakken? Zal je zien dat ze nee zegt. Libby, wil je met mama koekjes bakken? Libby Joy. Libby! Wil je met mama koekjes bakken? Baby Lippy dokter. Baby Lippy dokter. Wil je met mama koekjes bakken? Ja. Ja, zullen we dat doen? Gezellig. Gaan we lekker koekjes bakken? En ik heb gisteren mijn allereerste fanmail gehad. Maar ik heb van iemand een pakketje gehad. Wat lief. Ik weet niet wie je bent. Maar als je dit kijkt. Een koekje. Nou, je mag een mandarijn of een appeltje of een banaan. Appel. Appel? Weet je het zeker? Nee. Ja, dacht ik al. Wat wil je dan? Maar mama moet even het pakketje laten zien wat we gisteren gekregen hebben. Kan jij die pakken? Waar is die? Op de bank ligt die. Nee, daar ook. Echt bizar mooi gehaakt, denk ik, toch? Of is het gebreid? Of gebreid, sorry, ik weet het niet. Maar in dit fantastisch mooie zakje. Ja, oh leuk, handmade with love. Zit dus een hele mooie vlaggenlijn. En een hele mooie kaart van iemand. Kijk nou. Niet normaal hoe mooi. Een koekje. Libby, kijk nou hoe mooi deze vlaggetjes. Een koekje. De ene dag iets helemaal niks. Ja. En de andere dag iets mijn hele kast leeg. Libby, maar kijk hoe mooi. Koekje. Ja, is goed. Zeggen we dankjewel, Petra, voor deze hele mooie vlaggetjes. Ja. Zullen we ze gaan ophangen ergens? Moeten we even bedenken. In de dag hoog, in de lucht. In de lucht. Jij bent bijna jarig, hè? Kunnen we ze ook ophangen? Weer jarig. Nee, jij bent in januari jarig. Weer jarig. Oké, we gaan koekjes bakken. Koekenbakker. Koekenbakker. Zo, ik ben net klaar bij de gynaecoloog. Het is toch altijd wel een dingetje als ik daar zit, want daar bij die gynaecoloog is het allemaal begonnen. Ik denk zo'n 8 jaar geleden. Ons hele traject van nee, alweer langer, 9 jaar geleden. 9 jaar geleden om te ontdekken
om te onderzoeken waarom we maar niet zwanger konden worden. En dat was hier begonnen. Uiteindelijk zijn we zijn we zelf naar Leiden toe gegaan. Naar een echte kliniek, maar dat was interessant. Dus ja, maar gelukkig is alles goed. Dus ik hoop pas over een jaar weer terug te komen. En ik heb even mijn... altijd als ik naar het ziekenhuis ga en ik moet daar iets doen, dan trakteer ik mezelf altijd op een cheesecake muffin. Dus die ga ik even eten terwijl ik op Stefan wacht met de kinderen. Die zijn eventjes een rondje aan het rijden en vliegtuigen kijken. Dus ja. Het is wel gek, hè? Dan heb je 10 jaar lang erover gedaan om kinderen te krijgen. En dan nu, na 2 jaar, is het boem paf, gewoon nooit meer kinderen krijgen. Moet ik wel even verwerken. Maar niet verwerken dat er geen kinderen meer komen, maar dat het nooit meer... Ja, ja, nee, it's okay. Never mind. Hele leuke informatie, Sanne. Het is decembermaand. Genaya is alweer to the rescue. Het is vandaag donderdag. We hebben even 49 dozen lopen vouwen. Het meeste heeft Genaya natuurlijk gedaan. En nu moeten we 39 keer 3. 39 keer 3, dus 40 keer 3, 4 keer 3. Dat is 12. 120 pakken koffie bestikkeren. Ja, en daarna in doosjes doen. Dus, gaat heel goed. Libby die heeft vandaag 40 graden koorts. Ja, 39. En alles doet pijn. Alles doet pijn, hè? Ja. Het is niet leuk. Nee. Daar kwam een poepie. Oh. Daar kwam een poepie. Nou. Dus we gaan even snel doorknallen. De pakketjes zijn klaar. Dit gaat allemaal op de post. Het is... Sorry, ik ben lekker aan het eten. Maar... Het is vrijdagochtend. We hebben echt een ruknacht weer gehad. We zijn vanaf 2:30 weer wakker. Libby heeft al 3 dagen koorts. Ik ga zo meteen even naar de dokter. Even haar mild laten checken. Vanwege de sferocytose. Moet je oppassen dat die niet te groot wordt. Als ze zo lang koorts heeft, dat daar niks aan de hand is. En ze klaagt heel erg over het plassen. Dus even plas opvangen. Even laten checken. Ik wil alles even laten checken voordat ik wegga en met een gerust hart weg kan. En ik ben nu alles aan het inpakken en klaarmaken. Ik loop er zo bij. Pyjama, half vest, half... Oh. It's okay. Stefan gaat nu de pakketjes opsturen. Dat is gewoon een must. Dat moet nu gebeuren. Daarna kan ik alles inpakken. Gelukkig blijft de tweeling hier. Dus daar hoef ik niks voor in te pakken. Thank God. Ik hoef alleen voor Libby in te pakken. Libby gaat nou naar mijn zus. Stefan is al helemaal bomhut ready. Kijk dan. Boots. Hair. Lekker beard. No. Oh, schatje. Hoe voelt het nou om weer een keer 2 uur geslapen te hebben? Ruk. Je hebt wel mooie wallen. Ik wil sexy. Dank je. Ja. Beetje Keanu Reeves. Beetje. Nou, succes, schat. Ik ga hier weer verder knallen. Wat heb je gemaakt? Wat heb je gemaakt van mama? Hé, hey. Wat zit daarin? Kijk. Oh. Nog een beetje heet. Nog een beetje heet. Ja. Oh, is al goed nog. Is het al goed? Ja. Oh, dank. Kijk, deze in de kokelaar. Even water. Ik kom zo. Oké. Okay. We gaan gewoon een weekendje weg. Oh, het is echt hola, vet. Ijskoud. Het wordt houthakken in de kou. Ik hoop echt dat het sneeuw gaat liggen. Ik hoop echt dat het echt fabulous wordt. Hebben we mijn dekentje mee? Nee. Oh.
Alsof we op kamp gaan, Steef. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en we zijn wakker geworden in de boomhut. Wie wil er twee eieren? Ja! Ik vind eentje wel prima, Tim. Twee? En onze vloef is mee. Hi! Hallo! En Tim en Amber zijn er ook. En ik zal alleen een paar shotjes maken van onze heerlijke... ons heerlijk weekendje weg samen. We hebben gewoon doorgeslapen vannacht. Oh, 9 uur geslapen vannacht. Nou, dan moe van. Dus. Tussen de bomen. Zo lekker. We zijn een paar speciale regels. Dus je kan kijken in je hand welke kaart heb ik en die zoek je dan op het bord. Ja. Er zit een bepaald patroon in. Hier begint de route ook. We zijn gewoon in Luxemburg een hike aan het doen. En het is echt niet normaal mooi fairytale met sneeuw. Sneeuw. En hele leuke mensen. Die lopen ook mee. Maar ja, natuurlijk moeten we om de 5 minuten alles vastleggen, Amber en ik. Hè? Maar we zijn wel echte Hollanders met lunch op zak. Aangebruikt je mee. Ons benzine. Dus we gaan even lekker hiken. Kan dat? Ja, selfie. Met een portret selfie. Ik weet niet of donkere chocolade echt super machtig is, maar kunnen we het proberen? Nee. Van? Die prikkers. Wow. Ja. Wat gebeurt er nou? Piepjes overal. Wij kunnen dit niet. Wij zijn niet goed in kamperen. Ik heb als eerste bijna de hut in de fik gezet. Met een onderzetter. Binnen een kwartier. Binnen 10 minuten. En Stefan na 3 uur door hout op de open haard te leggen. En niet eraf te halen. Maar gelukkig werden we gewaarschuwd door een CO2-pieper. Oh, erg. En nu staat de deur open. Hebben we voor niks lopen stoken. Maar goed. Ik kom niet klinken. Oké. Yes.
En dat was een abrupt einde met een proost op onze vriendschap. En we zijn weer thuis. Met twee huilende baby's, dus ik moet naar boven. Oh, letterlijk twee huilende baby's. Oké, lieverd, ik sluit deze vlog af. En ik zie jullie weer bij een volgende vlog. En ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Ik ga snel Stefan helpen. We zijn weer thuis. Met drie kinderen. Libby nog steeds ziek. Lille Jessica. We've got this. Fijne week.